Goedemorgen, ik ben Peter Lammerts met inmiddels mijn 9e vlog over andermans vrijheid. Vandaag wil ik het hebben over het egoïsme dat kleeft aan liberalen. En dat wil ik doen aan de hand van zelfhulp, kameradenhulp. In militaire dienst leerde ik dit en het houdt in dat als je voor een ander wilt zorgen, dat je eerst zelf veilig en gezond moet zijn. Dit geldt wat mij betreft ook in het maatschappelijk verkeer. Zorg eerst goed voor jezelf, maar als dat gelukt is, moet je ook zorgen voor een ander. Het is heel simpel. Als je een gebroken been hebt, kun je niet een ander ondersteunen. En als je een burn-out hebt, is het heel moeilijk om een ander van advies te voorzien. In het maatschappelijk verkeer geldt het ook. Zorg eerst goed voor jezelf, maar vergeet dan niet om ook voor een ander te zorgen. En dat niet alleen aan de overheid over te laten. Ik wil jullie eerst graag meenemen in een tweetal frames die bestaan rondom de VVD. De eerste frame is dat als je goed voor jezelf zorgt, dat je dan buiten de samenleving plaatst. Ik denk dat dat niet klopt. Egoïsme, als je buiten de samenleving plaatst, is wat Poetin doet door een kasteel voor zichzelf neer te zetten van overheidsgeld. Of wat Trump doet door alles naar zijn eigen land toe te harken en niks aan een ander te gunnen. Of wat een Ivoriaanse potentaat heeft gedaan door een kopie van het Sint-Pieter in zijn eigen land te bouwen, alleen maar voor meerdere eer en glorie van zichzelf. Ik zit al een tijdje bij de VVD en ik heb in de jaren 80 nog een keer Molly Geertsma mogen spreken. En die vertelde mij een hele aardige anekdote die in dit kader wel heel goed past. Dat gaat over twee politici uit die tijd die allebei eerst bij de ABN AMRO Bank werkten. De ene was een hoge directeur. De ander was een gewoon medewerker die zoveel lager in de organisatie stond, zoals de heer Geertsma tegen mij zei, dat hij niet eens meneer tegen die directeur mocht zeggen. De hoge directeur, dat was toen ze de politiek in gingen, dat was Onno Ruding, CDA-minister van Financiën. En de eenvoudige medewerker, dat was Frank de Graven, die daarna in bestuur, in Tweede Kamer en in kabinet zo'n beetje alle functies heeft vervuld voor de VVD die je maar kunt vervullen. Dat geeft ook wel een beetje het beeld aan wat er bestaat. De VVD'ers zijn middeninkomen mensen en de CDA, PvdA mensen die hebben het hoge inkomen. Het aardige is dat het CDA en de PvdA zorgen voor het frame dat de VVD'ers juist de rijken zijn die alleen voor zichzelf zorgen, terwijl uit deze anekdote heel mooi blijkt dat het precies andersom is. Een tweede frame waar ik bij stil wil staan is dat je alles maar goed moet vinden. Ik vind, je moet tolerant zijn. Dat is heel wat anders dan dat je alles goed vindt. Tolerant betekent dat je aangeeft wat je wel acceptabel vindt en dat je aangeeft wat je niet acceptabel vindt. Nu is het best verwaterd in Nederland. In Nederland heb je socialisten met heel veel liberale invloed. Je hebt confessionelen met heel veel liberale invloed. Maar kijk eens een stukje over de grens. In Rusland en China heb je socialisten zonder liberale invloed en dat wil je niet. In het Midden-Oosten en in Noord-Afrika heb je gelovigen zonder liberale invloed. En dat wil je niet. Je moet zorgen dat je aangeeft wat acceptabel is en niet. Je moet daarbij zelf transparant zijn, maar je mag ook van de ander vragen om transparant te zijn. Je mag daarbij ook echt de confrontatie aangaan, want we hebben in Nederland een liberale samenleving opgebouwd. En iedereen wil hierheen komen. Dat bewijst wel dat het een geweldig goede formule is. Tegelijkertijd moet je ook zorgen dat het niet verwatert met invloeden die niet liberaal zijn. En daar mag je best voor opkomen. Dan is natuurlijk de vraag, is deze goede sociale samenleving ook echt een liberale samenleving? Nou, ik wil even wijzen naar Adam Smith, die in Wealth of Nations aangeeft, zorg goed voor jezelf, specialiseer je in een onderwerp en dan komt dat de hele samenleving ten goede. Dat is precies wat wij aan het doen zijn. Wij zorgen goed voor onszelf en dat komt de samenleving ten goede. En kijk even naar onze grondwet waarin wij zeggen, de burger moet het doen. De burger moet een eed afleggen op de grondwet waarin hij belooft dat hij niet voor zichzelf zorgt, niet voor zijn vrienden zorgt, maar zorgt voor de samenleving. En dan krijg je onderwerpen als economie, als gezondheidszorg, als onderwijs, de rechtsstaat, en veiligheid waarbij wij als burgers zorgen dat iedereen het goed heeft. Wat doen we dan mis? Wij willen voor onszelf zorgen en we willen dat de overheid
voor een ander zorgt. Liberalen willen dat die overheid niet zo belangrijk is. Dat betekent dat wij als burger zelf voor een ander moeten gaan zorgen. En daar kun je de liberalen beter op aanspreken. Want wat wij geven is geen geld waard. Wij geven een handreiking. Wij geven kansen en wij vragen een ander om die te pakken. Maar wij mogen wel wat duidelijker maken dat geld geven niet belangrijk is, maar dat een handreiking belangrijk is en dat wij daarvoor staan. En waarom dan toch het probleem dat liberalen als egoïsten worden gezien? Welnu, wij zijn geen denkers, wij zijn doeners. En als we denken, dan denken we dat het liberalisme in al haar wijsheid en geweldigheid en oh jongens, wat zijn we super, dat dat min of meer vanzelf bij de mensen binnenkomt die niet liberaal zijn. Wij denken dat we een soort Rolls Royce zijn, of Wimbledon, of champagne. Die hoeven geen reclame te maken, die hoeven niet zo hun best te doen om bekend te worden. Wij moeten het wel doen. Wij moeten onze mouwen opstropen en niet zorgen dat de marketing niet wordt gedaan door het CDA of de PvdA, maar dat we die zelf doen. Daar mogen we eens mee aan de slag gaan. Laten we dat gaan doen. Tot ziens.